De geest van Remo Goethals zweefde even boven het stadion van KSC Lokeren toen de trofee Remo Goethals aan de laureaat, trainer Peter Maas, werd overhandigd. Zoon Guy, Alain Ronse en Ladbrokes-directeur Alain Doge maakten trainer Maas bijzonder gelukkig met het bronzen kleinood. Het hele stadion scandeerde de naam van de trainer. De voetbalwereld zelf is gelukkig met het initiatief. Remo is altijd een vriend geweest van Ladbrokes, een persoonlijke vriend ook. En ja, de voetbalwereld is natuurlijk voor ons heel belangrijk, omdat wij natuurlijk met onze sportmanschappen zeer actief zijn en graag weer samenwerken met de voetbalwereld. Ja, ik vind het een terechte uitreiking en een terechte prijs die naar Peter Maas gaat. Ik vind dat Peter, sinds dat hij hier zit, heeft hij Lokeren op de landkaart geplaatst. Hij heeft eerder al play-offs 1 gespeeld. Verleden jaar heeft hij net play-offs 1 gemist. Maar de beker van België gewonnen in fantastische omstandigheden. Ja, dan zet je toch je stempel als coach en ik vind het een terechte bekroning. Opvallend is wel dat de voetbalwereld de trofee onmiddellijk heeft aanvaard. Wellicht door de sterke jury met alle vroegere coachen van de Rode Duivels. En dat is voor een trainer toch wel een levende rode loper. Hey, oké, mannen, die trofee die heb ik aan jou te danken. Hè. Ja. Dat jij fantastische steun hebt. Proficiat. Cheers. Dankjewel.